Je merkt het met de muziek. Wij griepen waarom in de 60 en 70. Want we zijn van de basis van alle goede muziek. Leidt ongeveer in die jaren. Dat is Frans Hoekstra van het GBA. Ik ben Miers. Goedemorgen. Goedemorgen. Job en Rieslid van GBA. Voor de meesten die dat net weten, dat is gemeentebelang aan Kaspelen. Toen we het er van de voren nog heen, net met jou, maar in de redactie, zei van nou, het mag voor je heel bijzonder wezen dat je hem jarenlang in de oppositie zit. En tussen aanhalingstekens, oorlogs in oor, een tikje, of schoppen soms anders. Soms ik wel wat onparlementair en boetende lijntjes. En dan in één keer ben je mijn keurige collegepartij. Ja, dan wil ik eigenlijk eerst even de vraag waarom smitten. Waarom zullen wij in de oppositie alleen maar schoppen en slaanmatten, terwijl de landelijke partijen precies hetzelfde doen? Ik denk als je oppositie bent, dat je juist nog kritischer bent als wanneer je coalitie bent. Ja, dat is, nee, maar dat is weer, dat zit ik. Je bent toen heel kritisch. En soms heel bot, zeg maar. Je pakt nu bij de zaak goed om. En nu zit je in een college. Nu ben je wat rustiger, wat meer politiek. Ja, nou meisje. Salonveeg nemen ze dat. Ja, maar nu meisje, u dus ook oorrekken op hetgene wat wij nu als coalitie besluiten. En daar moeten wij dus nu heel goed rekening mee horen dat er nu meer binnen dit op u letten als in de oppositie. Ja, hoe viel dat? Heerlijk. Ja? Heerlijk. Je hebt lang niet, jongen. Ja. Wij besteden als partij een liedje 20 jaar. En wij hebben nu toch in de laatste jaren opwerkt naar een goede lokale partij. Met goede mensen in de partij. Ik ben zelf fractievoorzitter, je zijn Rietslid, dat is ook Rietslid, maar ik ben ook fractievoorzitter geworden. Nu wij dus in de coalitie ook een wethouder leveren. Ja, maar hoe groot is de fractie? Uw fractie is 3 personen. Ja. Maar wat ben je nou daar? Je bent nou een hier aan de gang. Een krabbon hier. Hè? Ja, goed jaar hier. Goed jaar hier, ja. Wat is nou de grootste verroering? Ja, voor jouzelf, je bent nou fractievoorzitter. Nou, de grootste verroering is in het werk is dat je nou verantwoordelijk stelt worden voor bepaalde dingen. En nou, dan komen we even op een onderwerp als de verlichting. Dat is dus dat wie een punt waarop de gemeente bezuinigen zou. En dat weten wij ook, landelijk moet er heel wat bezuinigen worden. Dus dat drupt echt naar beneden daar. En een van de punten wie, jongens, kennen wij net eens een keer wat onder het licht waan. De hele gemeente die is heel verlichten. Kennen we daar ook wat mee bezuinigen? Nou, dat wie, op een gegeven moment hadden we daar akkoord voor zijn. En de lichten gingen uit en op dat moment reende de klachten. Die klachten zijn onderzocht van. En toen hadden wij een portefeuillehouder, een wethouder gewoon, en die had zijn mascharkje, jongens, dit zijn te volle klachten, dit kennen we net meidje. En vervolgens wie het dus een paar weken later, dat alle lichten wel aankomen. Ja, dat mocht jouw wethouder waan, hè? Dat wie uw wethouder, ja, uw wethouder, de wethouder van uw partij. Ja, maar bezit dat nou dat als er nou een besluitname is, ter een Arie, in dit geval Jim Arie, en er komt argewage, meisjes die beginnen te kleien, dat dan de politieke league omgeert en zegt, nou, maar we weer herstellen, want er zijn er wel meer dingen die oorskennen. Ja, maar dan moet je wel even rekken met horen, wat zijn de klachten geweest? En de klachten zijn gewoon dat, vooral met de oudere meisjes, een onveilig gevoel wat de meisjes krijgen, en dan moet je weer heel voorzichtig mee omgaan. Je hebt gevoelens die binnen. Maar dat is een gevoel. Maar dat weet je van tevoren toch ik? Dat weet ik net, dat je dat van tevoren al een jaar oezien kent. Nou, als je donker meisje, dan weet je dat je oudere meisjes die wat lastig moeilijk te been binnen, dat die het moeilijk krijgen. Dat kan je van tevoren niet wel bedenken. Ja, maar je praat erover dat het donker werd. Het waren net helemaal donker. Het waren halveerd in de verlichting en de lichtpijlen gingen heel gingen die uit. Dus ja. Het waren net helemaal donker. Maar voor de burger had het soms heel gauw een gevoel en nu is het niet al je donker. En ik kan mijn vader niet meer vinden, want ik ging streetlampen krijgen van mijn huis en ik kon jongens bij wijze van spreken nog de kranten bijlezen. Maar ja, daar is die streetverlichting net voor. Dan maar in je kranten lezen, nee. Nee, dan mag je gewoon thuis dwaan bij je eigen verlichting. Ja. Maar zo volle lucht wie er wil in het dorp. Maar is het, maar nou is het waarom? He? Alles is waarom? Nou, net helemaal volledig. He? Nee? Nee. Nee, dit is een experiment. Hoe lang gaat het worden nou dan? Nou, ik denk dat het ongeveer 4-6 weken worden gaat. Dat het spul helemaal op hele stand weer. En een gedeelte van de lucht worden uitdien. Met uitzondering van cruciale punten.
En vervolgens hadden ze dus samper de klachten gekregen in kwartiersbestek. Dat hadden ze ook vrij snel hadden dat onderzocht. En toen had de wethouder had voor eigen risico op een gegeven moment gewoon zijn: jongens, dit ken het, wij doen de verjochting voor een groot deel weer aan. Wij bluwen nachts vol op 50%, maar bepaalde lichtmassen die gonnen weer aan.